Nou, het wordt niet een normale politieserie. Het is toch wel met een komisch randje. En je moet je voorstellen dat ik ben dan echt de partner van Ria. En dat wij een bepaald soort chemie hebben wat normale collega's toch niet hebben. Dus dat maakt het heel anders en origineel. En verhalen zijn eigenlijk losse verhalen. Dus elke aflevering is echt een nieuwe moord, wat gebeurt er. En je weet niet natuurlijk wie het heeft gedaan. En na een tijdje ga je met allemaal puzzelstukjes werken. En dan kom je erachter wie het gedaan heeft. Martin heeft een losbandig stijl van werken eigenlijk. Hij is... houdt niet van autoriteit. En hij heeft een bepaald soort ding, een drive die normale mensen in dit serieuze werk toch niet echt hebben. Ria die is eigenlijk heel associatief en wild en impulsief. En wij werken eigenlijk op het moment dat zij een beetje zo is, dan ben ik een beetje de strenge. En op het moment een beetje good cop, bad cop situaties. En ik denk dus dat het een ongelooflijk leuk ding wordt, omdat het niet een doorsnee politieserie is. Het is het heeft een komische rand. En ik denk dat het heel erg prikkelt, doordat je echt niet weet wie het heeft gedaan. En tegelijkertijd wordt er heel speels omgegaan met een serieuze moordzaak.